Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kan het nog gekker met Rachel Beaujoly. Vanuit de allergezelligste woonkamer van Amsterdam van dit moment, de Eagle in Amsterdam op de Warmoestraat. Mijn gast van vandaag, ja, ook weer zo'n heerlijke tropische verrassing. U kent hem waarschijnlijk nog als de Mr. Ladder van 2019, maar heeft daarnaast nog veel meer interessants te vertellen. Hier is een klein introductiefilmpje over onze gast van vandaag. We can tell everybody about how our coronavirus period was, but I guess it was similar to everybody else's, except that we had each other and we were at one point resembling two bunnies. Really? Yeah, a lot. En dames en heren, allemaal, daar is hij dan. Hartelijk welkom, lieve Ax. Leuk dat je er bent. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, natuurlijk. Zeg, we zijn bezig in het Fetish Club The Eagle. Waar denk je dan natuurlijk als eerste aan? Leer. Natuurlijk. Dus ja, ik dacht, ik ga een voormalig. Hè, want je bent voormalig Mr. Ladder 2019. Was, ja, nou, daar hebben wij ook elkaar leren kennen. Ja. Ik presenteerde toen de Mr. Ladder verkiezing. En jij hebt toen gewonnen, zullen we toch maar gewoon zeggen. Ja, ja. Het was een beetje een rare avond, hè. Maar al met al, je bent wel Mr. Ladder 2019. Ja. Nou, kun je nog iets vertellen over wat is daar het meeste van bijgebleven? Daar gaan we er niet te veel over praten, hoor. Het zijn veel leukere dingen. Van de avond zelf, bedoel je? Of nee, van je jaar periode, als Mr. Ladder. Ja. Nou, ik denk wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt is toch wel de gesprek met de minister. Ja, want je bent naar Curaçao gegaan, hè? Klopt, maar het gesprek met de minister was hier. In Nederland? Oh, ja, hij was hier? Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht dat het in Curaçao had plaatsgevonden. Nee, nee. Dus dat ging toen over de PrEP. Ja. Wat we in ieder geval de PrEP-project daar willen gaan introduceren. En het is zodoende. Ja, want wat bij jouw aanmeldingscampagne, jouw reclamepraat was... Een zieke, de slogan is toen goed bij me blijven hangen. Je wilde bruggen gaan slaan. Hè? Klopt. Jij klopt. Als... van oorsprong Suriname. Curaçao. Antilliaans. Antilliaan. Ja. Mr. Ladder Nederland. Heeft toch wel heel raakpunten, raakvlakken. Ja. Die verschillende kanten weer op gaan. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Nee, goed, zoals je net al zei, je bent ook al gevraagd als een van de rolmodellen van de Prep Nu campagne. Ja. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Waarom denk jij, ja, dat ga ik doen? Nou, het is eigenlijk heel raar gelopen. Het was, ja, maar daar houden we ik van. Deed, ja, ik was een beetje te vroeg eigenlijk. Ik had een afspraak in de church. Mm-hmm. En ik was te vroeg. En toen kwam een vriend van me, die kwam en die zei van... Weet je wat, ik moet mijn camera even goed stellen. Kan ik je even gebruiken voor gewoon voor testmodel? Yeah. En toen zei hij, oh, ik wil zo graag die foto gebruiken. De mensen van de Prep Nu. Yeah. En zo, dus voor de eerste campagne eigenlijk, sta ik al op een poster. En je had toevallig ook je baret al bij je? Want die staat gewoon nog bij die foto, toch? Nee, de eerste foto. Mm-hmm. De eerste foto had ik gewoon alleen maar een witte t-shirt. Oh. Ja. Nou, we zagen net in ieder geval ook voorbij komen. Ja, maar dat is de tweede campagne. Ja, dat ook een plaatje vier jaar van de later. Eeuw. Oh, echt? Nou, ja. Tijd vliegt en je ziet geen verschil. Lijkt mij wel, blijven ook altijd 29. Ja. Blijven volhouden. Ja. Helemaal geen probleem. Maar goed, ik wil toch even een kleine achtergrondinformatie. Hè, Antilliaan, net per ongeluk weer verkeerd gezegd. Je bent van Antilliaanse afkomst. Ja. Hoe ja. was dat? Geboren, getogen,
Vader, ben, moeder, broer, zussen, wat wil je erover kwijt? Ja, ik ben in ieder geval enig kind van mijn moeder. Aha. Antilliaanse vaders, je weet hoe dat gaat. ik ben in november geboren. Mm-hmm. En mijn vader is in september verdronken. Dus die heb ik nooit, nooit leren kennen. Oh. En daarvan heb ik dus een halfbroer. En later is mijn moeder getrouwd. En ik heb dus twee stiefzusjes. Waaronder eentje die doof is. Dus zodoende kan ik gebarentaal. Mm-hmm. Ja, interessant. En hoe was jouw opvoeding? Hoe ging dat? Dat ging... het is, hoe noemen ze dat? Een soort van samengesteld gezin. Mm-hmm. Later in ieder geval een beetje Curaçao gewoond. Tot mijn 13e, daarna verhuisd. Dus we kwamen wel in Nederland wel vaker. Mm-hmm. Zullen we blijven? Ik weet niet of jullie de reclame kennen van die vrouw die zo de gordijnen open doet. Van, weer dezelfde uitzicht. En daarna, dus zo'n moeder had ik. Die dacht ik zo, dus zodoende zijn we verhuisd. Van Curaçao naar Aruba, van Aruba naar Nederland. Dus hetzelfde uitzicht en ik wil wat anders. Ah, een beetje wispelturige vrouw. Zullen we het zo kunnen beschrijven? Een beetje, ja. En op welke leeftijd ben je dan uiteindelijk permanent in Nederland? Vanaf de 13e. Vanaf je 13e woon je in Nederland. Ja. Amsterdam ook altijd gelijk? Nee, ik kom uit Den Haag. Oké. Ja, Statenkwartier. Ook gezellig. Met je moeder en... Ja, en mijn stiefvader. En nog broers, zusjes dan dus ook mee? Nee, toen nog niet. Ja. Oh, oké. Die zijn allemaal later gekomen. Ja. Coming out. Hoe heeft dat verlopen? Want dat is toch in de Antilliaanse... gemeenschap ook niet altijd even makkelijk. Laten we het. Dat klopt. En vooral niet voor een enig kind. Ja. Ik denk, ik heb het een soort van makkelijk, zou ik zeggen, gemaakt. Mm-hmm. Ik ben eerst met mijn voormalige vriendje ben ik toen gaan samenwonen. Mm-hmm. En dus toen zei ik van dit is mijn huisgenoot. Mm-hmm. En toen kwam mijn moeder langs, dit is mijn huisgenoot. En later gingen we toch verhuizen. En dus kwam mijn moeder weer langs. En die zei van, wacht even, dat is toch je huisgenoot van een vorige huis? Ik zei, ja. Toen zei ze ook van, maar ik zie maar één slaapkamer, wat slaapt hij dan? Toen was het voor haar eigenlijk al meer dan duidelijk. Maar moeders die wisten dat. Dus ik zei van, moet ik nog verder vertellen? Ja. Toen zei ze, nee, ik snap het al. Oké. Okay. Maar is het geen groots probleem geworden? Nee. Eigenlijk niet? Nee, nooit. Nee, bij mij in de familie. Mm-hmm. Dat is een hele grote familie eigenlijk ook. En, maar nooit. Ja. Nooit een probleem geweest. Dat had anders kunnen zijn. Dat had anders kunnen zijn, Zeker. Ja. Maar ik heb mijn moeder die mij echt... mijn moeder en familie die me echt support. Ja. Ik heb zelf foto's van mijn moeder bij Suus gemaakt. Ja. In leer. Ja, ik heb allemaal voorbij. Wereldstrots is ze volgens mij. Ja, dat klopt. Hartstikke mooi. Nou, dat is toch mooi dat je dat in ieder geval hebt mee kunnen krijgen van huis uit. Want het is ook een warm gezin. Ja, merk dus wel. Zeker. Nou, hartstikke mooi. Ja. Zoals ik net ook al zei, wij kennen elkaar eigenlijk sinds de dag dat jij werd verkozen tot Mr. Ladder 2019. Ja. Je had toen ook, je had al gezegd, zo van je wilde bruggen gaan slaan. Want hoe vind jij dat het er nu aan toe gaat op de Antillen? Met homo's, acceptatie, HIV, PrEP? Nou, de PrEP, dat is iets wat er gebleken is dat wat moeilijker is. Mm-hmm. Waarom? Omdat... Ik wou net zeggen, waarom? Mensen, ik denk dat voordat je aan de PrEP begint, moet je meer gaan werken aan de stigma wat er is. Stigma richting mensen met HIV. Mm-hmm. Op de Antillen, op Curaçao, praten mensen niet over HIV. Dan hebben ze het gelijk over AIDS. Ja. Dus dan denk je van, we moeten toch wel even een stap terug. Mm-hmm. We moeten mensen eerst gaan onderwijzen van, mensen, waar hebben we het over? En zelfs nu, mensen die HIV-positief zijn, die moeten dus via de achterdeur bij het ziekenhuis voor de medicijnen. Als je in het ziekenhuis werkt en je werkt op de HIV-afdeling,
Dan is het toch, ja, je bent de nou, aidszuster. Dus ik denk dat daar eerst aan gewerkt moet worden. En om zo'n programma daar neer te zetten. Ja. En hoe verloopt dat dan tot nu toe? Want ik ben bezig. Je bent daadwerkelijk ook daar geweest, toch? Ja. 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 Je hebt het met eigen ogen gezien. Dus... Ja, ik heb wel heel veel gesproken met mensen. Ik heb nog steeds contact met de minister van Gezondheidszorg daar. Maar ze hebben net toevallig een verkiezing gehad. Mm-hmm. Waardoor ik denk dat de homohuwelijk daar geïntroduceerd geworden. Ja. Dus ja, ik denk dat het wel even duurt. Maar het is een beetje een hoofdpijn dossier, zullen we zeggen. Ja. Het is echt een hoofdpijn dossier. Wat we nu hebben bijvoorbeeld is dat er weinig condooms zijn. Nou, er zijn wel genoeg condooms, maar op het eiland. Maar ja, het kost wat. Waardoor mensen bijvoorbeeld nu boterhamzakjes gebruiken. Oh, want ze zijn niet bijvoorbeeld, hè, zoals hier in de Club Eagle, kan je ze gewoon gratis in darkrooms of waar dan ook, pick-up, iets idee. Nee. Daar staan gratis condooms en glijmiddel. Dat is in Antillen dus nee, niet? Nee, dan moet je echt kopen. Ja. En dat is nog zeker, ook als het homo-gerelateerd is, toch heeft dat ook nog een nog zwaardere lading eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Ook over het stigma denken van homoseks nog niet helemaal geaccepteerd. Het is niet geaccepteerd. Nee, niet in het. Ja, wij zeggen het altijd in de openbare. Overdag is iedereen macho en 's avonds worden ze kippen. Dus ja, daar heb je op Curaçao helemaal. Ja. Ja. Maar dat heb je. Met je vertrek in ieder geval niet al te duidelijk mee hoeven meemaken. Je bent op je 13e dus in Nederland terechtgekomen. Maar ja. Heb je nog contact met homo's op de Antillen? Ja, Die gewoon daadwerkelijk zwaar in de. Of nou, zwaar. Die in ieder geval in de problemen zitten met. Mensen die het weten, weten het. Ja. Dus het is niet dat er een probleem is. Dat is het niet. Ja. Maar het is toch wel een macho-cultuur wat ook heel hoog speelt. Ja. En ja, de mensen die gay zijn, je had vroeger gay clubs. Dus het is wel geaccepteerd, maar voor een huwelijk bijvoorbeeld zijn mensen toch wel van, nou, is dit niet een beetje te. Ze hebben natuurlijk ook een gay parade gehad. Mm-hmm. Het is nog een beetje het niveau van. Het beginnend. Het is prima, het mag, zolang we het maar niet zien. Ja, en met de Pride gedeelte, met de Pride gedeelte. Ze zijn bezig aan zichtbaarheid, maar. Ja, nee, maar ze hebben ook een Pride, Pride Curaçao. Mm-hmm. Ja. Maar het is nog, denk ik, nog niet zo vrij als hier in Nederland. Nee, het komt wel. Ook wel. Ja, ja. Ja. Nou, laten we daar in ieder geval nog hopelijk veel tijd en energie aan kunnen gaan. Ja, gewoon heel veel aandacht in. Mm-hmm. Ja. Ja, maar goed, we zitten hier natuurlijk buiten het feit dat je weer geweldig gekleed. Ja. En met je mooie embleem ook nog van de Mr. Letterkenner. Ja. Wat is leer nou speciaal voor fetish voor jou? Kun je dat omschrijven? Ja, het is fashion. Okay. Het is fashion. Ja, ik zei fetish, toch? Fetish. Ja. Maar voor mij is het wel een fetish fashion. Ja. Ik zal het even uitleggen. Ja. Ik wou als kind eigenlijk al bij Defensie, militair. Leger. Ja, pak, strak. En dus vanaf kleins al had ik dat al. Mm-hmm. En daarom juist, tijdens mijn verkiezing, was het dus van leger naar de ladder. Ja. Dan had ik dus mijn uniform aan. Om te laten zien dat het gewoon echt daarin zit. Een fetish, fashion, mm-hmm. Het dragen van zie jij eigenlijk als een. Het is bijna normale kleding, maar je vindt het wel ook een statement om echt leer te dragen. Ja. Maar het heeft dan dus eerder niet echt een fetish in de zin van ik draag het omdat ik het lekker vind. Nee. Het zit wel lekker, mm-hmm. maar het is gewoon meer de combinatie en wat gewoon. Het past een beetje bij het image van
Ja, van een soldaatletter, ja. Maar van een uniform. Hoe was dat eigenlijk? Want je, je bent werkzaam in ieder geval geweest. Als militair. Ja, 14 jaar. Als homo, in het leger, met een fetish voor uniform / leer. Ja, alleen maar bij mezelf, hè? Ja. Nou ja, goed, was het een open verhaal? Andere, ja. was het een open verhaal? Hoe is die tijd voor jou geweest? Ook het leger is niet echt het makkelijkste plek om uit te komen dat je homo bent, lijkt mij. Nee, maar ik ben panseksueel. Aha. Dus ik doe het... ik was de eerste in de bus als we in Duitsland waren. We gaan naar de hoeren! Okay. Dus soms nam ik wel de zijstraatje en dan ging ik gewoon naar zo'n... Naar zo'n bar. Naar zo'n cruising bar. Ja. Oké, dat wisten hun niet. Okay. Dus toch wel enigszins niet al te open over je eigen seksualiteit. Nee. Zeker richting homoseksualiteit. Klopt. Ja, ik vond zelf van waarom zoveel moeite doen om eigenlijk jezelf... toch wel te verdedigen in zo'n macho-wereld. Er zijn mensen die ervoor kiezen om gewoon... Mm-hmm. Oké, ik ben open en... Ik ben homo en ik ben open en... Ja, ik had een collega die dat ook zei. Van ik ben homo en maar dan krijg je toch wel, als je met z'n allen onder de duim gaat douchen... Ja, dan sta je daar toch alleen. Ja. Omdat je gekozen hebt om zoiets te zeggen. Ja, dan denken mensen toch van Ja. Want hoe lang heeft deze carrière uiteindelijk... Was je ook van plan om echt die carrière te gaan maken in het leger? Of? Na 14 jaar was het echt voor mij klaar. Wel mooi geweest. Ja, uit 2 uitzendingen meegemaakt. Het is klaar. Heftige verhalen. Ook. Ja. Ook. En dan toch nog er zo leuk bij zitten. Ja, weet je, dan ga je leven toch wel... je gaat er toch anders een leven kijken. Zo van, zo zwaar, weet je. Je hebt... het leven is toch wel kort om weet je, gewoon, Want het leven is daarnaast ook gewoon ontzettend leuk, hè? Ik wil sowieso ook gewoon... Er komen ook af en toe even foto's tussendoor tijdens ons interview. Ja. Ik kan me nog een hele leuke foto van je... Sowieso natuurlijk met je huidige partner, hè, Robin. Ja. Prachtige foto van jullie samen. Het was geloof ik Wasteland een paar jaar geleden. Allebei niet bondachtig. Niet al te veel, maar net functioneel, zeg maar. Ja. Dat was een hele leuke foto, vond ik dat. Jullie zijn echt gewoon een goed setje samen, hè? Ja, dat horen we wel vaker. Ja. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Hoe lang zijn jullie samen? We zijn 3,5 jaar. Mm-hmm. En na het eerste jaar eigenlijk al verloofd. Ja. Trouwerij komt nog. Dat, ik ben ermee bezig. Oeh. De bedoeling is volgend jaar augustus. Ah, oké. Het was eigenlijk al vorig jaar. Ja. Of dit jaar? Ja. Dit jaar. 2020? Nee, vorig jaar. 2020 was eigenlijk de bedoeling, maar... Ja. Maar door corona... Er kwam iets van corona voorbij. Ja, en ik ben toch wel zo traditioneel dat ik gewoon mijn vrijgezellig feest wil. En daarna de trouwerij. En daarna op huwelijksreis. Leuk. Er is nog wat in het verschiet. Ja, één ding. Ik heb Robin... één ding. Ik zei tegen Robin van... Robin, je kan gewoon geen geheimen bewaren. Ja. Want Robin heeft 1 taak van mij gekregen. Gewoon de huwelijksreis. Okay. En ik wil gewoon niet weten waar we heen gaan. Aha. Nou, hij houdt verdomd wel tot nu toe wel heel goed geheim. Ik weet echt niet waar we heen gaan. Het is al wel gepland allemaal. Ja, alles is al klaar. Ik heb de taarten ga ik deze week mee zitten. En, het is gewoon een hele Disney-constructie met fonteinen. En, heerlijk. Ja. Ik ben erover aan het nadenken om ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te gaan worden. Want het lijkt me enig om mensen te mogen gaan trouwen. Ja. We moeten even contact houden. Ja. Dat lijkt me... Kijk. Ik ga me nergens in bemoeien, hoor. Maar het zou zomaar een leuk dingetje kunnen zijn. Ja. Yes. Pride. Amsterdam Pride. Je hebt ook in die jaren natuurlijk wel meegemaakt, hè, 2019... was eigenlijk nog net de Pride mee kunnen maken... voordat daarna
de coronapandemie losbarstte. Je bent toen een van de ambassadors geweest, hè? Van Pride. Nee. Ik ben benoemd. Oh. Ik heb gekozen voor in maart. Ja. Ben ik ambassadeur geworden. En ja. Daarna was het gelijk. Dus we hadden niks kunnen doen. Nee, maar dat was wel Pride 2019, waar je nog actief... Als Mr. Leather, ja. Ja. Perfect. Hoe heb je dat jaar nog ervaren? Want ja, het is nu ineens natuurlijk een heel jaar waar bijna niks heeft gekund, plaatsgevonden. Ik denk dat we nu over twee verschillende dingen praten. Kijk, ik heb... Pride 2019. Pride 2019, toen was ik als mister. Ja, dat was echt... het was gewoon een feest. Ja. Het was echt, ja... Mis het ook, hè, nu. We zijn ondertussen... Oh, ik ben in het gat gevallen, jullie niet weten. En dat is niet alleen maar die van Robin. Maar laat maar gaan. Een beetje grappig, dat kan je nog wel handelen. Maar dat je er helemaal niet van wegvalt, gaan we het verder niet over hebben. Nee, laat maar gaan. Nee, maar ja, het gebrek aan, weet je. Hoe hou jij het ondertussen een jaar, ruim een jaar... Zijn we verder? Wat, Even over de andere eerst. Het is natuurlijk, we hebben 2019 Pride. Mm-hmm. En daarna ben ik gekozen voor ambassadeur Pride Amsterdam. Ja. Dus ik ben wel vanuit Mr. Leather naar de volgende gegaan, naar Raymond. Ja. Die ook ambassadeur Pride was. Dus ik was eigenlijk aan het voorbereiden, aan het opwarmen. Dus dat kwam te vervallen. En wat ik wel heb gedaan... ik ben begonnen met een opleiding. Mensen die me kennen, die wisten dit al, dat ik dit zou gaan doen. Ik ben met de opleiding gewichtsconsulent, voeding en sport. Mm-hmm. Ja. Dus ik was eigenlijk al een schema voor mensen aan het schrijven en voedingsschema. Dus vanaf februari begon ik eigenlijk al met schema voor mensen. Want ja, ze willen toch wel goed uitzien voor de zomer. Ja. Dus eigenlijk was ik alweer bezig. En op een gegeven moment zei Robin van, weet je wat, ga maar gewoon, neem even de tijd. Nu is het corona. Neem even de tijd. Ga maar denken, wat wil je eigenlijk? Want je hebt na Defensie heb ik echt zoveel verschillende werk gedaan. Ja. Waardoor hij zei, ik ga me gewoon even rustig denken, wat wil je? En heb ik daarvoor gekozen. Nou, dat denk ik ook zeker in deze tijd sowieso. Hè? Mensen zijn zeker, misschien een van de betere dingen die we aan deze coronapandemie gaan overhouden. Ja. Bewustwording over je voeding, beweging enzovoort. Ja, en vooral na corona. Ja, de coronagewicht. Daar heeft iedereen last van. De coronakilo's. Daar heeft iedereen last van. Ja, want je was al bezig in de zin... Je was ook sportinstructeur, fitnessbegeleiding en diëten, dat soort dingen. Nou, dat is een mooie overpak inderdaad. Ja. Ja. En verder in de corona, daarna mochten we dus één persoon op de vloer hebben. Mm-hmm. Heb ik gekozen om eenzame leerouderen op bezoek te gaan brengen. Dus telkens weer even naar de ouderen, even met hen praten. Dat ze toch wel het gevoel hebben. Dus ook gewoon in leer. Ja. Ga ik gewoon op bezoek en even koffie drinken. Dus ik heb het... Terug initiatief. Hoe heb je dat... Hoe is daar de insteek van gekomen? Heb je daar een bepaalde... Gewoon uit je kennissenkring dat je denkt van ik ga daar iets sociaals mee doen. Dus zodoende, en van die ene vriend, dan ga je dus, dan ken je die en je kan ook naar die toe. En dus zodoende ben ik zo mijn tijd toch wel even de oudere aandacht geven. En iets positiefs te brengen. Ja, absoluut. Ook voor mezelf ook. Mooi tijdverdrijf, in ieder geval. Ja. Iets goeds te doen voor de medemens. Ja, vooral voor mensen uit de Leather community. Ja. Zij zijn ook verantwoording. Dankzij hun kunnen we steeds weer doorpakken nu waar we nu zijn. Jazeker. Heel trots op. Ja, nou, je bent ook zeker bekend van je prachtige posts. Hè, van je bezoek aan Curaçao toen en de Antillen, wat je daar allemaal hebt gedaan. Zien we wat hele mooie verslagen van. Er mooie foto's erbij. Zit er ook enige journalistieke
kunst in jou verborgen? Want die verhalen zijn gewoon prettig om te lezen. Breaking news, breaking news, breaking news. Je vertelt het heel leuk. Ja. Maar... Nee hoor. Ja, nee, ik heb zelf dyslexie. Wel, dus ik ben wel heel goed in dicteren. Ja, je weet het leuk te vertellen, maar... En Robin schrijft echt ons. Waar? Ja. Oh, wat ja. Nou, Robin, ook Robin. Daar hebben jullie dus wel elkaar in gevonden. Ja. Wat ja. betekent dat het hebben van dyslexie? Je hebt moeite met? Ik heb moeite met het... Met het in ieder geval het schrijven. Mm-hmm. Als ik gewoon mijn tijd voor neem. Maar het gaat zo snel in mijn hoofd dat ik denk van oké, schrijf. Mm-hmm. En dan vergeet je letters. En en als Robin het bijvoorbeeld terugleest, dan denk ik, oh ja, wacht even, dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat moet anders zo. Dus ik hoor het wel. Ja. Maar zodoende. Tekstregie is dan in handen van Robin. Dat klopt. Altijd al. Altijd al. Nou, goede verhalen zijn het in ieder geval wel, ja. Ja, het is zelf dat ik een keer Robin wou verrassen in een Duitse tijdschrift. En toen heb ik het in ieder geval verteld van... ik heb dyslexie en Robin schrijft het op. En hoe hebben ze het gezegd? Ja, Robin heeft dyslexie. Ik schrijf alles van Robin over. Dus dat is nou... De vertaling een beetje kwijtgeraakt. Het ging niet helemaal goed, maar ach, het idee zit erin. Ja. Vooruitkijkend in de toekomst. Ja, je hebt al aangegeven, je bent ook dol op koken, gok ik. Ja. Ja? Ik probeer elke keer in ieder geval een nieuw continent te pakken. Ik zit nu helemaal in de Thaise. Ook op gezondheids... Ja, het is natuurlijk Thaise, heel veel groenten en vers groenten en zo. En pittig. Goed voor je lever, weet ik dan weer. Ja. Zijn er nog andere spannende plannen? Wat staat er voor jou op 2021 nou echt bovenop je to-do-lijstje nog? Voor mijzelf staat natuurlijk, ik word Bridezilla genoemd. Ja, ik ben nu al bezig voor volgend jaar augustus. Ik ga de taarten dingen regelen. De week daarop heb ik iets met de trouwringen. Dus ik ben eigenlijk daarmee bezig. Mm-hmm. Daarnaast ben ik natuurlijk ook bezig met de prep. Ben ik mijn hart voor aan het zetten. Ik ben ook bezig met... even kijken, ik ben er zoveel dingen aan het doen. Met ambassadeurschap van de Dusty Foundation. Mm-hmm. Daar ben ik ook ambassadeur van natuurlijk. Ja. Dus daar ga ik me ook voor inzetten. En natuurlijk voor Pride Amsterdam. Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat dan enige drukte... veroorzaakt. Ik manage het wel goed. Ja. Mm-hmm. ja. Mooi, want Dusty Foundation komt in onze afleveringen ook voorbij. Want ja, dus echt goed werk. Toenemende agressie naar onze community, de LHBTQ+. Ja. Er zijn vervelende verhalen genoeg. Zo van, ja, het is we hopen echt. Dat het echt met inzet van... Ja. dat we daar een verschil in kunnen gaan maken. Want... Ja, ik heb al plannen. En, dus gewoon waarmaken en meer aandacht daarvoor. Want dit moet gewoon stoppen. Ja. Kan er gewoon niet. Ja. Is jou persoonlijk al het vervelendst overkomen? Bedoel... kijk naar die guns. Nee, moet je bekje bij hebben. Weet ja, dat klopt. Maar ja. dat heeft niet dat heeft natuurlijk niet iedereen. Laten we eerlijk wezen. Er wordt wel een soort naar gekeken. Ja. Van, weet je, wie kunnen we dit wel of wie kunnen we dit niet? Ja. Om heel eerlijk te zijn, kijk, als je al in leer loopt... Ik wil niet te veel reclame voor leer maken. Mm-hmm. Maar als je in leer loopt, dan schrik het eigenlijk al af. Of een klein pailletje of een klein glittertje. Ja. Dat werkt ook altijd heel goed. Ja. Ja, echt waar? Ja. Oh, ja. Dat wist ik niet. Het geeft wel een bepaalde... het houdt afstand. Ja. Weet je? Ja. Dat kan ook voor veiligheid zorgen. Kijk, er gebeurt natuurlijk helaas ook heel vervelende dingen. Want ja, klopt. We hebben natuurlijk ook een keer dat wij elkaar spontaan troffen op straat. Was geloof ik na de nieuwjaarsborrel. Ja, klopt. Feest van de MSA. Ja. Ja, bij de Schrijverstoren. Toen had ik... met mijn zusters net een leuke optreden of zo gehad. En dan
Nou, ik dender op jou af, want ik vind het echt scheet om te zien. En jij ook gelijk, En dan hoor ik toch zo ergens achter in mijn achterhoofd een jong man die dan echt zo... dan een hele vreselijke ziekte. En dan word je toch nog even uitgemaakt. Dan denk ik, nee, laat het van je afglijden. Ik denk dat is ook iets van onze community en vooral nu. Mm-hmm. Ik denk, je kan er gelijk erbovenop gaan. Mm-hmm. Je kan er gelijk erbovenop gaan. Of je kan het, weet je, en ik snap het ook van sommige mensen, van na 20.000 keer dit te gehoord hebben, dan denk je van ja, oké, dan moet het ook al een beetje gaan wennen. Ja. Maar het is hoe iedereen moet het natuurlijk voor zichzelf vervelen. Het is natuurlijk vervelend, maar als je zelf ook erbovenop, telkens erbovenop, ja, dan lok je ook, ook iets uit. Mm. Het is niet goed dat er nog steeds... Maar het is een samenleving dat... Ja, mensen kijken tot van waar we komen en waar we nu zijn. En we kunnen verder. Dat is wel het plaatje wat mij zo is bijgebracht. Altijd bovenaan heeft gestaan. Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet aangedaan wilt. Klopt. Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Dat eist respect op van elkaar. Een leuk verhaal wat ik heb is dat ik toevallig dezelfde avond... Mm-hmm. Ik bij Robin achter op de fiets was. Mm-hmm. En ik zie een meneer die zei gewoon... een smerige nicht en zoiets, zei hij. En ik sprong van de... Ik zei, wat moet je nou? Wat? Ja. De eerste wat die gast zei is... Oh, sorry, dat was niet wat ik bedoel. Nee, sorry. Oké. En hij moest toevallig hetzelfde pond hebben dat wij... Maar toen hij zag dat wij dat pond ook, ging hij gewoon een andere pond pakken. Mm. Dan denk je van, dat is ook een manier van... Hé, hey, wat moet je? Nou, in ieder geval niet bang zijn... Ja. Het is eerder, wees wel voorzichtig. Nou, wel één persoon, hè? Ja. Niet als een groep wees is, dan zou je het niet doen. Nee, ja. Nou, het is goed. We willen het ook een beetje luchtig weer een gezellig einde maken. Mijn to-do-lijstje is ook altijd, verzin eventjes een paar leuke opties. Ik geef twee keuzemogelijkheden. Okay. Niet te lang over nadenken, geef gewoon spontaan antwoord. De opties zijn eigenlijk vrij makkelijk, maar ik ben heel benieuwd wat er dan... Ja, maar ik ben heel druk in mijn hoofd altijd. Ja, daarom. De eerste optie zal dan gaan worden. Wordt het vakantie, zon, zee, luieren of ga je paragliden en bungeejumpen? Bungeejumpen. Ja? Ja, Robin denkt anders. Ik wou zeggen, is Robin daar ook voor te porren? Nee. Nou, een dagje strand, dagje bungee? Nee, hij zegt gewoon, ga jij maar bungee, ik blijf wel liggen. Ga maar mooi liggen zijn, jij gaat maar lekker... Dus ik ben benieuwd naar de huwelijksreis. Oeh, spannend. Ja. Muzikale kwestie is altijd ook leuk. Gaan we meer voor kedeng, of gaan we toch kleine wasjes, grote wasjes? Met mijn OCD denk ik ook. Kleine wasjes, grote wasjes. Ja, ben je zo'n schoonmaak ook niet in? Ja, ik ben echt... Vind je het ook leuk om te doen? Nou, dan is er wel het uit. Nou, soms word ik uitgelokt door Robin. Oh. Van even een kleine ruzie. En dan weet hij gewoon van het huis is binnen 5 minuten helemaal schoon. Dan hoef hij helemaal niks te doen. Nou, die ga ik onthouden. Leuk. Vraag 3. Leer of toch sportswear? Oeh, zo. Wow. Dat is echt moeilijk. Dit is echt moeilijk. Ik ga voor leer. Ja, toch leer? Ja. Nou, de laatste vraag voor vandaag. Gaan we voor een lekkere Thaise patai of doen we toch een patatje speciaal? Bij ons is vrijdag patatdag. Ah. De rest kan het gewoon. Nou, de uitzending is op vrijdag, dus ik zeg altijd, eet smakelijk of wat? Ja, dankjewel. Lekker patatje. Hey, dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Ax, jij ontiegelijk blij dat je hier was. Bedankt. Ja. Doe Robin ook de groeten. Ja, zal ik zeker van mij doen. En bedankt dat we alle foto's mochten laten zien. Ja, natuurlijk. Die in het prachtige item voorbij zijn gekomen. Oh my god. Nou, dan zijn we toch weer een hoop wijs geworden. Ja. Het is niet alleen maar leer, het is ook nog fashion, dames en heren. Hartelijk bedankt voor het kijken weer naar deze aflevering van Kan het nog gekker met Rachel Beaujolie. En ook deze keer zeg ik het weer. Liefde is de enige kracht die groter wordt als je het deelt. Dag lieve mensen, tot de volgende keer.